Goedemiddag. Hey Tim, leuk dat je er bent. Ja, Tim, aangenaam. Waar zijn we hier precies en wie ben jij? Ik ben Robert Smetsers en we zijn bij het distributiecentrum van Plus. Vanuit de DTC worden alle goederen in het westen van Nederland naar al onze pluswinkels gebracht. Heel westen van Nederland. En hoeveel mensen werken hier dan precies? Alles bij elkaar 250 mensen. 250 mensen? Ja, het gaat van 4 uur 's ochtends tot 's avonds 11 uur gaat het door. Dus je kan 3 shifts draaien of 2? Ja, het is een soort van verschoven dagdienst. Het ligt een beetje aan waar je functie is op dit DC. Dus, maar de eerste vrachtwagen gaat rijden 's morgens om 4 uur. Wow. En de laatste komt om 11 uur terug. Dus, En wat doen mensen precies als ze hier werken? Nou, wat voor dingen? Als jij iets koopt bij Plus, dan moet het aangevuld worden. Er komen orders voor binnen. En die worden hier gepikt. Dus wij hebben een constante stroom van alle dingen die je vaak thuis ook koopt in de winkel. Grappig. En ik neem aan dat wat je doet is spullen pakken van A naar B brengen en vervolgens worden ze geleverd. Ja, dat is helemaal goed. Heb ik het goed? Ja, zeker. Vet. maar hoe werkt het precies? Zeg maar, je klokt in de ochtend en dan... De meeste mensen beginnen hier om 6 uur. Je klokt in, je kleedt je om, je doet je veiligheidsschoenen aan. Ja. Vervolgens ga je naar je werkplek in het magazijn. Vrachtwagens leveren constant spullen aan, goederen aan, van chips tot bier. Dat wordt in deze stellingen gezet die je ziet. Ja. Vervolgens gaan we door het magazijn heen. Pikken we orders op klantniveau. Ja. En aan de andere kant van het gebouw gaat weer in een vrachtwagen. Die vrachtwagen brengt het naar de winkel. En dan gaat het weer van vooraf aan weer. Hebben jullie ook veel jongeren hier werken? Of is dat nog... Ja, hoeveel... maar het wordt wel steeds lastiger om jonge mensen te interesseren voor logistiek. Oh, hoe komt dat? Er is veel keuze. Ja, hè? Zeker in deze regio is gewoon ontzettend veel werk voorhanden. Maar ook dat je ziet dat ze nog niet goed weten wat is logistiek nu. Hè? Iedereen rijdt hier 's morgens langs dat gebouw heen. Ja. Maar wat gebeurt daar binnen nu? Dus er is eigenlijk nog een beetje een vraagteken voor. Ja. Daarom is het goed dat wij er zijn vandaag trouwens. Dus blijf gewoon zitten en ademen ook. Want anders kun je het filmpje niet uitkijken. Het is wel relaxed als je blijft ademen. Maar ik wil, stel je voor, ik wil dit doen. Ja. Wat moet ik daarvoor weten, wat moet ik daarvoor kunnen? Kijk even op de site van Plus. Ja. Daar staan alle dingen die je moet kunnen, staan eigenlijk daar beschreven. Maar vooral is dat je inzet hebt. Inzet. Motiveerd bent om hier op een leuke manier te werken. Ja. Leuke collega bent, vind ik heel belangrijk. Ja. Ik ben echt een leuke collega. En heel veel wat we hier leren je om de job. Oké, dus het is een beroepsbegeleidende leerweg. Absoluut. Ja. Als je hier werkt kun je een mbo-opleiding doen, kun je volgen, dus je wordt ook steeds beter in je vak. Ja. Maar jouw motivatie bepaalt waar jij terechtkomt uiteindelijk hier in het DC. En is het nu druk op dit moment? Nou, wat je merkt is dat we langzaamaan richting de feestdagen gaan. Oké. Dat die voorraden weer een beetje opgegooid worden in je winkel. Ja. Dus een stukje verder zie je de pepernoten al staan. Daar zijn we mee bezig. Dus jullie kunnen wel hulp gebruiken nu? Wij kunnen zeker hulp gebruiken. Oké, dan ga ik aan de slag. Waar moet ik naartoe? Laten we beginnen met ontvangst. Ja? Ja. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.